Ja, we hebben georganiseerd omdat als goede vrienden zijn we het goed afsluiten. Ik dacht met z'n, ja, drieën en nog een groepsapp gemaakt. Daarom zijn we begonnen met stille tocht te organiseren. Toen hebben we alles verspreid via social media. Toen hebben we gezien dat het zo groot wordt. Toen dacht ik, ik stap maar naar de gemeente toe. Ik heb een afspraak gemaakt en toen hebben we alles geregeld. Iedereen die hier komt, die heeft de dresscode aan. Hè? Dat is allemaal wel heel mooi, hè? Ja, jammer genoeg dat ik geen witte zwarte kleren thuis heb. Dan had ik het ook al gedaan. Dat was het idee van Brandy. Ja, en daardoor... Het is hartstikke welkom, zwart-wit. Dat is het mooiste wat kan, ik zeg eerlijk. Wat voor jongen was Dylan? Hij was goed met iedereen. Hij fitnesste veel. Hij een goede jongen. Letterlijk een goede jongen. Hij zat hier achter op school. Ja, hij was enthousiast, actief. Hij was overal nergens. Van Breda naar Oosterhout, naar Maden. Iedereen kent hem. Ik bedoel, hij was goed met iedereen, ja. Het zal druk worden waarschijnlijk vanavond. Ja, ik verwacht het wel, eerlijk gezegd. Heb jij met de andere jongen die in de auto zat, dus de bestuurder van de auto, contact gehad? Ja, ik ben de dag dat het ongeluk gebeurd is, zijn naar het ziekenhuis gegaan en hebben gevraagd hoe het is gebeurd. Hoe gaat het met hem? Gezondheid goed, heeft een paar schaafwonden en heeft zijn scheurtje zijn bot. Maar geestelijk durf ik geen uitspraak over te doen. Dat kan, het is gewoon zijn beste vriend is ook weg. Voor hem is het ook geen pretje om mee te maken. Hij was eigenlijk vriend van iedereen. Hij kwam bij ons over de vloer. Gewoon lekker chill. Niks. Nee, het was geen... gewoon een hele rustige jongen. Ja. Yeah. Kende je hem al lang? Hij was een goede vriend van mijn zoon. Dus hij kwam geregeld bij ons over de vloer. Oud en nieuw was hij bij ons. Heeft hij bij ons nog geveegd. Wat vind je ervan dat ze deze tocht hebben georganiseerd voor hem? Ja, top. Ja, heel top. Ja. Dit is toch het laatste wat je voor hem kan doen. En voor zijn ouders. En zijn zusje. Ja. Het is erg. 16 jaar. Ik heb zelf een zoon van 18. Dus nee. Ik moet niet aan denken. Nee, echt niet. Nee. En Dylan was een hele aardige jongen. Kon altijd goed omgaan met andere mensen. Ja, was een hele lieve jongen. Hij wordt gemist, hè? Ja, hij wordt zeker gemist bij iedereen. Ja. En wat vind je ervan dat ze deze tocht hebben georganiseerd? Ik vind het heel goed. Hij heeft dit echt verdiend. Zoveel respect naar hem. En ik vind het ook echt super leuk. En dat er zoveel mensen zijn gekomen. Want hij verdient dit echt gewoon. Ik ben een collega van de vader van Dylan. Ja. Oh, dan heb je het verdriet wel van dichtbij gezien waarschijnlijk. En vooral gevoeld. Ja. Het is ingeslagen als een bom. En iedereen leeft mee op het werk. En vandaag ook dat wij op deze manier onze steun willen betuigen aan de vader van Dylan. We graag even een minuut stil te doen. Na een minuut stil te kunnen jullie in groepjes lopen waar het ongeluk is gebeurd. Dan kunnen jullie bloemen neerleggen. Voor degenen die niet durven, kunnen de bloemen hier voorleggen. Maar ik vraag even een minuut stilte nu. Dat was een hele goede jongen, vooral een gouden jongen. Ik ken geen één jongen die zo is. Als wij gingen trainen, dan nam hij voor mij pre-workouts mee. Hij heeft mij proteïne shakes gegeven. Hij heeft mij zelfs een eetschema gegeven. Ja, ik ken geen één jongen die dat doet. Zeker niet. Het is echt een gouden jongen. Ik zag hem wekelijks. Voor mij, ik kan het nog steeds niet accepteren. Het lijkt alsof hij gewoon nog volgende week langs bij mij in de winkel komt. Ik besef het nog niet. En je wilt steeds meer doen. Het is nooit genoeg voor mijn gevoel. Het is echt, ja. In ieder geval, dankjewel voor de komst.